Goedemorgen allemaal. Ook vandaag is het super lekker weer, de zon om binnen te gaan zitten. Daarom heb ik voor jullie nog een spel bedacht om buiten te doen. Een rekenspel. Het enige wat je nodig hebt voor dit spel zijn 2 dobbelstenen voor als je in groep 2 zit. En als je in groep 1 zit, heb je er maar eentje nodig. En een stoepkrijtje. Voor deze getallenbingo hebben we wel een start- en stopstreep nodig. Dus die ga ik eerst tekenen. Moeten we 8 reuze stappen zetten naar de andere kant. Tel maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En waar je bent gestopt met de 8e stap, zet je een nieuwe lijn. Nou ga je op de stoeptegels de cijfers 1 tot en met 6 zetten. 1, 2, 3. En 6. En zit jij in groep 2, dan mag je hem afmaken tot 12. 6. 7. En 12. Kan je nu nog geen getallen schrijven? Is dat niet erg? Vraag of papa of mama je even wil helpen. Als je in groep 1 zit, gooi je met 1 dobbelsteen. En dan tel je de stippen. 1. 2, 3, 4, 5. Dan ren je met je krijtje naar de overkant. Dan ga ik op zoek naar de 5, want dat heb ik net gegooid. Hier is die. Dan mag ik daar een kruis doorheen zetten. En dan ren je weer met je krijtje terug naar de overkant. Nu is de volgende aan de beurt. Richelle zit in groep 2, dus zij gooit met 2 dobbelstenen. Hoeveel is dit bij elkaar? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je op zoek naar het cijfer 5, want dat hebben we net gegooid. Hey, daar staat al een kruis doorheen. Daar kan niet nog een kruis bij, dus Richelle gaat weer terugrennen. Nu is de volgende weer aan de beurt. Hey, hoeveel is dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu moet ik zoeken naar de 6, want dat heb ik net gegooid. Even kijken. Hey, gevonden. Ik zet er een kruis doorheen. Maar wanneer ben je nu de winnaar van dit spel? Dat ben je als je als eerste laatste getal afkruist aan de overkant. Dit spel kan je natuurlijk ook in je eentje spelen en het leuke daarvan is dat jij dan altijd de winnaar bent. Zo, wie heeft er gewonnen met de cijfer bingo? Ik ben wel benieuwd. Laat er maar een reactie hier beneden onder en heel veel plezier vandaag. Doeg!